Hey, hallo. En wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld: De Lange Lont. Vandaag gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is. Ilse Moerkerk. Ja, en dat is wel leuk, want, want Ilse kwam er net binnenlopen. En had ook Leggy mee. Zeker. En daar gaan we straks wat over vertellen. Heel goed. Heel goed. Ja, want normaal ja, mensen zouden mogelijk kunnen denken dat is een cat. Maar we, we gaan de luisteraars verrassen. Hé, hey, wat ongelooflijk leuk dat je het bent. Vertel ja. even. Ja, fijn dat ik hier mag zijn, sowieso. Ja. Achtergrond uh, 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 geboren waar? Waar ik uh, kom uit het zonnige zuiden. Ik ben geboren, ja, dat is dat in is Rukven geweest, maar daar heb ik maar drie weken gewoond. Dus mijn, en de rest heb ik altijd in het zuiden, in Berkelenschot uh, gewoond. Ja, en daar maken we dan gewoon, traditioneel, worden daar natuurlijk gewoon enorme grappen over gemaakt omdat je het nog nooit gehoord Hoe nee. schrijf je dat? r u k n Of C. met een de C ertussen? Ja, ja, Oké. Okay. zeker. p h n ja. Oh, wat Rukven, goed. Ja. Rukven, okay. ja. Oké, ga door. Maar goed, ik ken die plaats zelf ook niet. Hè. Daar heb ik maar heel kort ja. gewoond. Berkel is mijn plaats. En Tilburg, altijd op school gezeten. En in de horeca gewerkt eigenlijk. Ja. ja. En de, be, altijd in de horeca gewerkt? Nee, ik heb, daar, ik heb een toeristische opleiding gedaan, uh, vervolgens in Eindhoven dan. Ja? En, uh, daarna ben ik eigenlijk uh, naar Spanje vertrokken en daar ben ik tien jaar blijven hangen. En, maar hoe blijf je hangen in Spanje? Nou, wat denk je? Dat was een fantastisch mooie man, ja. met zwart haar, gebruind, ja, ja, waarvan je dacht, ja. deze blijft ja, de rest van ja. mijn leven. Ja, nou, kinderen, dat is en dat... de rest is de, deze ja. droomprins, laat ik nooit meer los. Nou, zo ver ging ik niet meteen, maar het was wel inderdaad de reden waarom ik in, in Spanje ben blijven hangen. Een ja. Ja. kenariepietje was het uiteindelijk. Wat goed. Ja. He, ja. En, en, en de, tien jaar daar gewoond? Ja. Werkzaam geweest ja. in de toerisme sector? Ja. ik ben daar altijd reisleidster geweest. Ja, standpaardshosters. Ja. ja, fantastische toen... tijd. Een fantastische tijd, tien jaar lang. Ja, het mooiste werk wat ik ooit gedaan heb. Ja? Absoluut, ja. En vervolgens? Nou, uh, vervolgens kwam ik in Nederland op vakantie. Ik was één keer per jaar en kwam ik dan naar Nederland uh, lekker ja. bij mijn moeder logeren. En uh, tijdens een feestje ontmoette ik een, een Haarlemse mug, hè? zo heet dat dan. Een Haarlemse man. En uh, ja, die heeft wel een beetje mijn hart gestolen toen, dus... Uh... Ja, toen ging ik terug naar Spanje. Toen moest ik daar uh, natuurlijk uh, nog iets beëindigen, zeg maar. Uh, voordat we opnieuw uh, een nieuwe start konden maken. En oh. uiteindelijk ben ik, uh, zeg maar, terug naar Nederland gegaan. Ja, dus Carlos werd, tot ziens, <laughs> uh, fijne dag. En vervolgens gingen ja, we naar Mug. Die... Ik heb dat heel netjes naast elkaar ja, gedaan. Ja, dat geloof ik, dat ja. geloof, ja. geloof ik. Maar goed, je moet het een beetje aansterken. Dat is altijd ja. leuk om dat te doen. Het is een optimistische podcast, dus wat dat betreft. Ja. En vervolgens gekozen voor de Mug. Ja, precies. En toen mocht ik uh, bij de tour Operator in Amsterdam komen werken. En dat was een van van de Vereisen dat je in de buurt van Amsterdam zou wonen, ook. Dus ja. terug naar Brabant was geen optie. Dan was ik natuurlijk ook alweer tien jaar weg. Dus dan had we ja. niet zo heel veel meer. En hij woonde dus in Haarlem. Ja, één en één is twee. Dus ik kwam daar eigenlijk meteen in huis. En nog steeds happily met mug. Ja, <laughs> inmiddels ja. kinderen. Ja, uh, ja. ja, ja, twee kinderen, inmiddels al 21 en 18 jaar oud. Dus uh, al, uh, al een hele tijd uh, zijn we hun gezin samen. En uh, ja. ja, en ja. dat is En wat doe je nu? En, uh, nu is mijn leven wel even heel erg anders dan dat het altijd was. Ik ja. ben vanuit de reiswereld ben ik de communicatie ingegaan. Ja. Uh, heb ik heel lang bij uh, de Rabobank gewerkt. Uh, ja. Daar kende ik trouwens de vorige gastspreker hier van Femke Oeps. Hè. Die ja, kende ik uh, in eerste instantie uit het, uh, uit ja. het uh, werk. En uh, nou ja, en toen op een gegeven moment na twintig jaar uh, trouwdienst werd ik ziek. Uh, nou ja, drie keer achter elkaar eigenlijk flink ziek. En uh, ja, dan verlies je je baan. Zo gaat dat dan meestal. Ja. Dan. ja. ja. Wat er ziek in, 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 in de zin van? Nou, um, ik kreeg in 2014 um, voor de eerste keer eigenlijk die, die diagnose botkanker. Ja. En uh, het bleek een tumor uh, te zijn hoog in mijn heup. Ja, dat was natuurlijk echt enorm schrikken. En op dat moment ja? dacht ik letterlijk dat de, nou ja, alles uh, weg zou vallen en uh, dat het uh, het einde, zeg maar, in zicht was. Ja. 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 En daar, daar heb je, daar, daar bedoel even in alle eerlijkheid, dat heeft zich ver gevorderd en toen op een gegeven moment een rugzichtloos besluit genomen. Nou, het ging eigenlijk, nou het begon eigenlijk nog wel redelijk op, optimistisch. Je krijgt zo'n zo'n knal, zeg maar, ja. en dat uh, moet je verwerken. En in eerste instantie zijn we gewoon, uh, nou ja gewoon, maar hebben we een behandelplan op kunnen stellen en uh, ja. werd er gewoon uh, een grote operatie uitgevoerd. Uh, is een inwendige prothese geplaatst. Um, nou ja, alles was natuurlijk los geweest. Dus ik moest helemaal opnieuw leren lopen. Dus in ja. uh, 2014 was dat allemaal gebeurd. En 2015 is mijn, mijn hersteljaar geweest met revalideren en zo. Vanuit huis was het toen nog. Yes. En uh, toen ben ik weer terug naar het werk gegaan en langzaam maar zeker weer opgebouwd. En toen dacht ik, nou, ik kan wel weer voort. Ik kan wel weer een ja. uh, mooi leven verder leiden. Ja. Dit, dit was het wel. Dat hoopte ik natuurlijk. natuurlijk. Is altijd die angst. Ik moest om de drie maanden naar het ziekenhuis voor controle en je bent altijd bang dat het terugkomt. Um, maar 2016 zag er heel prachtig uit, en 2017 begonnen de pijnen weer die ik niet vertrouwde. En toen bleek uh, bij een scan net voor de zomervakantie dat wij naar Tanzania zouden gaan dat uh, de kanker terug was. Dus dat was uh, ja, de zomer van 2017 dus ik heb, uh, nou ja, we zijn een prachtige reis hebben we gemaakt, want dat is uh, absoluut de mooiste reis uh, van ons gezin geweest, denk ik. maar wel heel dubbel omdat ik wist natuurlijk dat ik ja. dat ik terug zou komen en dat ik dan meteen weer uh, wel mooi dat, je, dat, dat jullie wel hebben besloten over, over we gaan gewoon ja het mocht ik had dat gevraagd ja. inderdaad aan de arts, volgens mij komt de arts ook wel zelf goed uit, want die zou ook met vakantie gaan. Oh, dus, okay. die, dus okay. ik denk dat ja. het een beetje dubbel, ja. maar maar in die zin was die haast niet dat het op een week zou aan, ja. afhangen zeg maar, dus nou ja, dan kan je het een beetje voor je uitschuiven en ja, toen werd ik dus meteen uh, na de vakantie uh, weer opgenomen en uh, geopereerd. Toen was er al wel sprake. Toen zijn er twee tumoren gevonden hoog in de heup. Dus tegen de inwendige prothese aan, zeg maar. Uh, terwijl ze maar één op de scan hadden gezien. Dus het was wel iets heftiger dan dat we dachten dat het zou zijn. En euh, nou ja, omdat daar heel veel zenuwen en alles omheen ligt, konden ze niet alles weghalen. Dus toen ik wakker werd, hoorde ik eigenlijk al meteen van we zijn er nog niet. Er volgt waarschijnlijk nog een grote operatie. Dus dan word je al een beetje voorbereid op wat misschien komen gaat. Maar euh, ja, na nou, heel veel gesprekken hebben we toch geprobeerd om nog uh, te bestralen. Dus toen ben ik nog naar het AVL gegaan. Daar heb ik een, een reeks bestralingen gehad. Ja, dan moet je gewoon in geloven, want dat wil je ook. Hè? Want dan, anders, ja. weet je, dat, dat hing natuurlijk al een beetje bovenop. Ja. Want het kan zomaar zijn dat ik mijn been ga verliezen. Maar uh, vol goede hoop toch die uh, bestraling ingegaan. En ja, helaas uh, bleek eigenlijk al binnen een half jaar, had ik alweer pijn. Ik had zo'n onderbuikgevoel. Dit is niet goed. Nee. En ook weer, wederom, voor de vakantie kreeg ik in juni dan, voor de zomervakantie van 2018, ja, kreeg ik dan weer het nieuws dat het uh, weer terug was of niet weg geweest. Ja, zeg het maar, ik weet het niet. Ja. Toen ben je ook weer op vakantie gegaan? Of ben je ja, toen... nee, ben ik weer op vakantie ja, gegaan. Want dat is een de ja, remedie. Ja, 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 dat is een remedie, ja, zeker. <laughs> ja, ja. Nee, natuurlijk, dat, dat was heel fijn dat je dan ja. nog op vakantie gaat. En, en uh, toen hadden we nog niet. Kijk, ik wist wel dat het boven mijn hoofd was, maar ik heb het nog wel een beetje van me af geprobeerd te duwen, weet je wel. Ja. Van, uh, nog even niet te veel aan denken. Ja, toen kwam het terug. Ja, dan, ga je, dan hoor je de definitieve uitslag en uh, wat er allemaal ja. moet gaan gebeuren. Toen kreeg ik een maand de tijd van de arts om aan het idee te wennen dat ik mijn rechterbeen volledig zou verliezen. Dus met heup en uh, alles erop en eraan. Ja, ja. ja. Hé, hey, en dan. dan, dan, dan wat het aardige van het vader is, hè? Je, je zit hier recht tegenover ja. me. Er ja. zit een ongelooflijk leuk mens en, en, en stralend uh, ja. te kijken. Ik bedoel, even, je hebt in die tijd ook Leggy dus, uh, ja. leren kennen, wat ja. dan was, voor de luisteraars. <laughs> Dat is je prothese. Ja. Geen hulphonden, maar prothese. Ja, ja prothese. Ja, ge ja. Geweldig. Ja. Overigens, even voor het beeld. Volgens mij ben je ook een redelijk flamboyante dame. Want je, je, je kwam er net binnen met krukken. waar, waar plastic in, in, in dezelfde kleur zat als, als je, ja. je kleding. Ja, klopt. En, een toen zebra je vroeg, vriendje. Ja, en toen ik je vroeg: heb je nog meer van dat soort dingen? Toen zei ik: heb ze in spijker ja. en ik heb een bloemen. Dus ja, ja. bedoel even. Ja. Dan gebeurt dat en ja. dan? Wat doe je dan met je kop? Nou, alles. Ja, alles. Het doet alles met je kop. Maar ik had wel, uh, ik heb in de loop van de jaren wel een beetje kracht opgedaan of ja. zo. Ik heb mezelf natuurlijk heel erg leren kennen. En, en gezien dat ik eigenlijk veel sterker was dan dat ik dacht dat ik was. Ja. Er kwam ook een. Een soort oerkracht naar boven. Ja. en Een levensenergie. Ja, die heb ik altijd gehad. Maar die kwam nu helemaal. Die spoot ze wat uit, de, uit alle gaten die ik heb. Dus ja, ik wilde er volledig voor gaan. En ik heb eigenlijk ook wel meteen tegen mijn kinderen gezegd. Van weet je, ik ga nooit een zielige invalide zijn. Ik ga... En toen, geen idee. Ik wist niet hoe ik dat ging doen. Hè. Ik wist nog niet dat ik lekker zou krijgen. Ik wist nog niet dat die krukhoesen bestonden. Nee. En ik wist nog niet dat er loopwiels waren voor mijn rolstoel. Die het allemaal mooier maken. Maar uiteindelijk uh, ja, is het volgens mij wel gelukt. Om in ieder geval, nou ja, wat ik heet, een beetje... Een beetje Leuk eruit te blijven zien. Dat is voor dus, mij heel belangrijk. Ja. Dus die twee muggen van 18 en 21 hebben gewoon een, stoer, een ongelooflijke stoere mama. Ja, dat, ja, ja, dat hoop ik. Nou ja, ja. Dat, ja. Bedoel, want ja. dat, dat is natuurlijk wat er gebeurt. Ja. Hey, je zegt van ik had altijd zo'n optimistische. Waar komt dat ja. vandaan, die optimistische inslag? Ja, ik, ik, ik denk een stukje in mijn genen zit. Met ja. Dank aan papa en mama, denk ik. Ja. En uh, ja, dat heeft mij natuurlijk enorm geholpen als je dat niet hebt. Ja, je kan heel veel dingen leren. Hè. Je kan natuurlijk ook uh, leren om met bijvoorbeeld tekenslag om te gaan. Maar het is wel heel fijn als je al een stukje in jezelf ja. hebt. Dat je dat, en dat, dat, ja, dat geluk heb ik gewoon. Ik uh, zie eigenlijk altijd de zon wel schijnen. Ja, heb, je, heb je altijd lange lont? Of ja. zijn er wel eens momenten dat je echt denkt: bij jezelf. Ja, natuurlijk, Die momentjes zijn er wel. Ja, hoe ga je daarmee om? Um, nou, ik, zal, ik ben niet iemand die uh, ooit een hele dag onder de lakens is blijven liggen of onder nee. de dekens heeft gedoken. Nee. van uh, Nee, want wat mij helpt als ik er echt doorheen zit, zeg maar, is uh, wel naar buiten gaan, juist uh, afleiding zoeken, leuke dingen doen. Uh, maar als ik me echt helemaal een beetje de voel, of toch een beetje denk: Godzoma, maar waarom, he, hè, waarom heb ik dit nou allemaal? Ja. Waarom is mij dat allemaal overkomen? Die vragen heb ik natuurlijk echt wel gehad. En dan uh, denk ik: ja, waarom zou het mij niet overkomen? aan De andere kant ook overkomen. Dus waarom? om zou ik daar vrij van blijven. Dus ja, dat weet je, je gaat op een beetje re relativeren en uh, nou ja, kop uh, weer uh, schouders recht, kop naar voren en uh, en maar weer gaan. Ja, ja, ja. Wat? ja. Maar maar even, daar zitten luisteraars. Ik bedoel, Ad Felix zei die denken, ja, ik vind het even wel reet knap. Dat je, dat je, ik bedoel, even je maakt een proces mee. Ja. Tussendoor ga je een paar keer gewoon op vakantie. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ja. ik vind het ook briljant dat je dan naar Tanzania gaat. Ja, ja, want ja. volgens mij had je daar helemaal geen tijd om na te denken over datgene wat er gebeurde. gezien al de indrukken die ja. er zo'n land oplevert. Ja. Ja. Weet ja, ik weet wel, die eerste nachten was wel, toen wist ik het natuurlijk net. Dus ik moest wel even voor mezelf afstand nemen. De eerste nachten was ik heel bang. Hè, ja? ik wel paniekaanvallen, zeg maar in de nacht gehad. Maar op een gegeven moment, toen, ja, na een paar dagen of zo, dacht ik, ja, ik weet niet hoe ik dat gedaan heb. Maar ik heb wel nee. een knopje bij mezelf, volgens mij ergens geraakt dat ik dacht, ja, ik moet nu gewoon hier gaan genieten. En, en straks zien we wel weer. En uh, nou, dat is gelukkig gelukt. Dus de, dat was inderdaad een fantastische reis. Ja, ja. ja. Vervolgens ga je de tweede vakantie. Ja. Krijg je weer nieuws. Gebeurt dit? Ja, 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 en de eerste keer helemaal zeg maar hoe het begon begon het in Curaçao. Dus het, het, er is altijd iets om en daarbij. Um... Ja, vakanties, dat is, dat is een zomer Ik wil eigenlijk, er is één conclusie, ik zou niet meer gaan. Zou ik, niet? ik wou net zeggen, uh, ja. die gaan daarna me nooit meer op ja, vakantie ja, geboekt, nee. Nee, want die, als, uh, iedere keer dan... Als alle drie de muggen nu zeggen tegen je, van zullen we gaan? Nee nee, 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 we gaan niet, we gaan niet. Dat, <consumo inveas> heet, dat heet bij haar thuis, heet het het V-woord, wat je niet mag <battles> noemen, <suspenseful> We gaan hem niet boeken, we gaan hem niet boeken. Nee, nee, maar we gaan, het scheelt <scary> natuurlijk ook, ik denk dat, omdat ik zelf er redelijk positief in sta en zo ben ik gegroeid, de eerste keer weet ik, was natuurlijk, gaat valt er weer het gewoon weg ja. en uh, dan moet je er echt op krabbelen maar op, naarmate het proces zeg maar voorderde en de tweede keer en de derde keer je wordt wel je wordt echt oprecht wel sterker ja. en je gaat wel ook wel een beetje geloven dat er ook nog wel een leven is zeg maar daarna je moet ook wel ja. die hoop hebben en uh, nu dacht nu vind ik het wel mooi geweest nu heb ik drie keer kanker gehad ja. nu uh, wat mij betreft is het klaar en ga ik gewoon lekker springend verder door het leven ja. en uh, dat, dat hoop ik dat me dat gegeven is wat doe je nu nou, um, dus mijn baan kwijt en uh, stilzitten in die zin is geen optie. Ik ben natuurlijk lijfelijk ook wel bezig. Ik doe verschillende sporten om mezelf uh, fysiek sterk te ja, houden. Ja, ja. En beweging is voor mij gewoon heel goed, omdat eigenlijk alles een beetje zich doet. Mm. Hè? Het lijf is een beetje uit zijn lood en uh, rug en schouders en armen. Hè? Alles moet het natuurlijk allemaal vervangen. Ja. Dus ik uh, ben lekker aan het uh, beton. de rolstoelbenton. Ik doe nog aan uh, tafeltennis uh, in Helioma, trouwens, uh, waar ja. ik in revalidatie heb gezeten. Uh, ik uh, zwem af en toe met een oncologisch clubje met het inloophuis. Uh, ik fiets heel graag met de handbike. Dus dat is een beetje de, de fysieke dingen die, je, die ik doe. En ik ja, met de fysio dan uh, de, de core trainen zeg maar. Hè? De ja. buikspieren en zo. En verder probeer ik mij in te zetten voor uh, eigenlijk iedereen. Uh, voor lotgenoten. Dus mensen die een uh, amputatie uh, moeten ondergaan. Hebben, of hebben ondergaan. Kanker hebben. Of, uh, ja, dus bij het inloophuis ben ik ambassadeur van het lokale inloophuis. En uh, van, de, van de centra bij Ipso. Uh, dat uh, overkoepelend orgaan. En, uh, en ik zet me in voor... Voor de toegankelijke stad Haarlem, als, uh, als rolstoeler, zeg maar. Dus ik kan heel veel klagen. Hè, van daar kan ik niet naar binnen. die drimpel is te hoog. Maar ja, dan kun je ook je stem laten horen. Dus één keer in de zoveel tijd zitten we met een clubje. Een beperkt clubje, zeg ik altijd. Maar bij het gemeentehuis. En. Uh met ik hem het. en dan zitten we, dan gaan we in gesprek over, nou ja, bepaalde onderwerpen. En wat nu bijvoorbeeld op de kalender staat of op de agenda staat, is uh, sporten met een beperking. Nou ja, daar sta ik natuurlijk volledig voor, ja. omdat ik uh, denk dat je oprecht uh, een blijer mens wordt van uh, van bewegen en sporten. Maar zijn al deze activiteiten is, heeft dat te maken met intrinsieke motivatie of ook omdat de de de, de 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 deur van het normale werkleven wordt dichtgegooid als je dit krijgt? Ja beide. Kijk. Um, je je wil altijd op zoek naar zingeving in je leven. En op ja. het begin is die natuurlijk heel erg ver te zoeken. Want ja, ik werkte eigenlijk heel erg hard altijd. Ja. Ik was altijd aan het rennen en vliegen. En, uh, maar ook s'avonds veel weg. En weet je, nou ja, druk, hè, communicatie. Dus het was altijd ja. wel een drukke baan. En in één keer kom je thuis te zitten. En dan heb je heel erg met je beperking te doen. En uh, met alle angsten die er natuurlijk bij komen kijken. Nou ja, langzaam maar zeker. Hè. Als je... Als je dan de, de, de amputatie gehad hebt, zeg maar, je gaat revalideren. Ik heb zeven maanden bij Heliomar gezeten, vervolgens terug naar, naar huis gegaan. Dan begint het echte leven en dan moet je je dagen opnieuw gaan invullen. En dat is natuurlijk heel erg zoeken van hoe ga ik dat dan doen? Ja, en ik schreef al. Ik ben gaan schrijven, zeg maar, de maand voordat mijn been geamputeerd yeah. zou worden... En het was eigenlijk in eerste instantie bedoeld om iedereen te informeren over de status. Hè, van hoever, hè, wat, wat gebeurt er met me? En het, anders moet je 10.000 appjes beantwoorden. Iedereen vraagt wat anders. Dus dan heb je een administratie van heb ik jou niet gezien. Dus ik dacht nou handig. Dus in eerste instantie voor de Inner Circle uh, gaan schrijven. Mijn blog heet uh, ilsemoerkerk.nl. Dat is de website trouwens. En het heet Je bent sterker dan je denkt. Mag en ik even uh, 250 euro even noteren. <laughs> Ik vind het zo erg dat mensen reclame maken voor dat soort dingen. Dus ik ben non-profit, ik ben, gewoon, oh, okay. ben alleen maar een schrijfster, nou, dan ik leef niks ja. op. Nou ja, goed, we, dan laten we deze keer maar unbelievable ongevraagd. Maar goed, dat was eigenlijk Half geld. Ja, doen we half geld. Maar goed, ga door. Ja, nee, dus ik, ik ben gaan schrijven en die, die maand zeg maar voordat ik naar het ziekenhuis ging voor 1 oktober, ja, heb ik een uh, gedicht geschreven uh, om afscheid te nemen van mijn been. Nou, dat heb ik uiteindelijk gepubliceerd. En dat heeft natuurlijk heel veel reacties opgeroepen. Het heeft ook in de krant uiteindelijk gestaan. Ze hebben dat gevonden. Maar goed, dat blog heeft mij dus wel eigenlijk door heel die tijd heen geholpen. In het begin schreef ik echt elke dag in het ziekenhuis al ja. wat er met me gebeurde. Toen waren het hele korte stukjes helemaal niet mooi opgemaakt of weet ik veel wat. Maar, um, en langzaam maar zeker eigenlijk ben ik blijven schrijven. Niet meer elke dag. Nu schrijf ik gemiddeld twee keer in de week over mijn leven als ex-kankerpatiënt. Met een beenamputatie als uh, gevolg van de, van de ziekte. En ik... Nou ja, en, en, en kijken wat mensen daaruit uit kunnen halen. Weet je, ik, ik merk gewoon: uh, voor mij werkt het om het van me af te schrijven en dingen op die manier te leren accepteren. En uh, nou ja, weet je wel, daarmee om te kunnen gaan. En uh, voor andere mensen is het vaak heel fijn. Als je zelf in de situatie zit, uh, kan het je helpen. Maar ook als je juist hartstikke gezond bent, denk je wel eens... Je vliegt en, en, en gaat overal. Weet je wel, je, hebt niet zo, je bent niet zo bewust van je gezondheid. En ik denk dat je, als je mijn blog af en toe leest, dat je denkt... Nou, misschien mag ik wel eens wat dankbaarder zijn voor dat wat ik heb en voor dat wat er is. En ja, gezondheid is tenslotte je grootste goed. En als dat wegvalt, dan valt er veel weg natuurlijk. Maar daar nou zit er tegenover me een buitengewoon slimme dame. Die echt wel weet wat er aan de hand is. En ik bedoel, je hebt... Een fantastische carrière achter de rug. Uh, bent nu vanuit die intrinsieke motivatie uiteindelijk heel erg bezig om dat ja. te schrijven. Ja. Is het denkbaar dat er ergens waar in Nederland een bedrijf is... wat jou gewoon weer aanneemt als uh, Chief Communication Officer? <laughs> nou, uh... Of is, 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 zijn we niet zo'n land? Weet ik niet. Nou, ik denk wel steeds meer. Hè. Uiteindelijk ja. uh, denk ik dat, dat die mogelijkheid uh, vaak wel uh, geboden kan worden. En bestaat het tegenwoordig? Uh, staan ze daar wel voor open? Met mijn verleden is het natuurlijk wel een dingetje. En ik heb wel uh, natuurlijk wel veel. Uh, Klachten zeg maar, dus ik kan niet heel veel, mijn, mijn zitfunctie is eigenlijk een soort van weggevallen. Ja, dat is dus de, hè, omdat ik de hoogste amputatie heb, dus ik heb ook geen, geen, geen zitkant meer aan de rechterkant, dus dat is wel lastig. Nou ja, al die andere klachtjes op het moment is het dus prima met wat ik doe. Ik zet me vrijwillig in okay. voor de doelgroepen en daar haal ik voor nu zeg maar voldoende uit. Okay. En, uh, en als ik daar mensen een beter leven mee kan geven, dat is eigenlijk mijn, ja. wat ik heel graag zou doen. Ja. Ja. ja, ja. Dus eigenlijk zeg je van luister, weet je even. Dit is gebeurd. Ja. Je bent doorgegaan. Ja. Maar je ziet nu voldoende openingen om te zeggen: Van ik kan met datgene wat mij is overkomen, zo ongelooflijk veel mensen misschien een stukje blijer maken. Dat denk ik, dat hoop ik. Dat is eigenlijk wel, ja, dat is wel mijn doel, zeg maar. Ja. ja, ja, ja. Waar word je zelf blij van? Van zoveel dingen. Eigenlijk heel, ja, heel simpel. Uh, zon? <laughs> ik word heel blij van een, een lekker zonnestraaltje. Ik ben uh, ik word blij van sporten. Ik word blij van leuke dingetjes doen met gezin, uh, met mijn vriendinnetjes. Uh, een glaasje wijn erbij. Ik heb eigenlijk niet heel veel nodig. Ik zeg altijd, ik zou de andere kant van de wereld willen zien. Maar heel stiekem vind ik alles wat nu, zeg maar, alle kleine dingetjes. Ja, je, ik kijk er nu wel anders naar. Ik geniet er ook echt wel heel erg van. En uh, ja ik ben blij dat ik dat allemaal nog kan doen en uh, die wereldreis ja. die komt misschien wel of niet ik heb geen idee maar dat staat eigenlijk helemaal onderaan mijn lijstje belangrijkste is dat ik uh, leuke dingen mag doen met de mensen die ik liever ja. maar je zit toch in die zin even uh, even de, kijken naar de wereldreis je zit ook toch wel in het revalidatieproces of nu? ben je er nu helemaal uit? Nou, volgens mij blijf je er altijd wel een klein beetje in. Uh, ja. Fysiek sowieso natuurlijk. Uh, en uh, mentaal eigenlijk ook. Want je hebt natuurlijk wel af en toe dat je ja. weer eens eventjes... Uh, alles op een rijtje moet zetten en daar, daar hulp bij krijgt, zeg maar. Ja. 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 Maar goed, dat, dat, ik bedoel, even dat, dat, ook dat heb je geaccepteerd. Ja. En zeg je van, nou, eigenlijk is dat gewoon wel prettig. En dat moet eigenlijk ja. iedereen gewoon doen. Nou zeker, die hulplijnen Toch? zijn er. Ja, ik zou, ja zeker. Dat, uh, ja. Heel belangrijk uh, om die gewoon ook te gebruiken, hè. Ja. En dat is wat ik natuurlijk ook voor lotgenoten ook heel graag wil zijn. Ja. Die hulplijn. Die... Ja. Ik heb zelf in die tijd ook uh, mensen gesproken hè, om, om me voor te bereiden. En ik denk dat ik iemand anders daar zeker uh, heel veel hoop kan geven. Als, ja. er, als iemand helemaal doorheen zit en denkt: hoe ga ik ja. dat uiteindelijk doen? Ik denk dat ik ze dat uh, stukje hoop uh, heel hmm. goed kan geven. Ja. Wel, on-Nederlands. Er stond nog laatst in een artikel in de krant. ging even over, over onder andere psychologen. Die bijvoorbeeld bij sport helpen, zeg maar. Ja. Ja. Daar waar in ieder land. Een gemiddelde topsporter gewoon een psycholoog heeft ja. die hem of haar helpt. Ja, klopt. Uh, jagen wij dat op een ongelofelijke wijze nog weg. Ja, ja. Weet je, ja. we, we, we zijn natuurlijk een ongelofelijk nuchter ja. lijntje. Ja. Ja, enorm. Ja, en ze zijn er niet voor niks. En het helpt echt, weet je, erover yeah. praten. En dat, dat, dat zeg ik ook altijd hoor, tegen iedereen. Ik ben natuurlijk zelf een heel open persoon. En omdat ik me open stel, durven mensen mij ook te benaderen. Ja. En dat maakt het natuurlijk altijd makkelijk. Want je moet mij. Als ik met mijn rolstoel rol krijg ik natuurlijk, dan krijg ik opmerkingen. want ik heb speciale wielen. Met, met loopwiels heet dat dan. Hè, met speciale vering. Dus daar krijg ik reactie op. Loop ik met uh, Leggy Dan uh, voor kinderen vaak hè. vind het heel interessant. Van hoe kom jij naar dat robotbeen? En die krukken vragen natuurlijk altijd aandacht. Weet je, want dus je bent wel altijd. Uh, je wordt wel altijd aangesproken en uh, mensen kijken naar je natuurlijk als je anders bent. Ja. Maar als je open bent en uh, je durft dat gesprek aan te gaan, is het ook helemaal niet meer eng. Ik ben ik ben helemaal nee. niet eng. Nee. Dat nou ja, gekke van het verhaal is nogmaals even. Ik, de, mijn conclusie net even vanuit 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 die krukken. Ja. Ik keek in de eerste instantie helemaal niet naar de benen nee, of naar nee, nee. die krukken. Ik kijk, ik, er kwam een ongelooflijk stralend persoon binnen. Uh, waar, waarbij die krukken voor mij de bevestiging wa, wa, was voor je persoonlijkheid. Oh, ja, nou ja, kijk, dat is mooi. Ja, ja, <laughs> ja. Want dan was volgens mij is ja. het namelijk heel simpel. Uh, we kijken veel te veel over het algemeen naar onder ja. uh, 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 laat zeggen, naar, naar de onderkant van het lichaam. In en daar gaat het dan volgens nee, mij niet om. Nee. Het gaat erom dat je dat je. Ja. Ik ben niet mijn beperking, weet je, dat is het. Nee. Ik heb mijn beperking. En uh, ja. ja. Ja, goed, weet je, we zullen je straks zien vertrekken. Ja. En dan rennen wij weg en dat vinden we denk ik alleen maar leuk. En dan zeg je, kom op, schiet een beetje op. Ja. Ik bedoel, even dat, dat, even, daar kan je zelfs nog ja. een soort van cynische humor ja, bij betrachten. Ja zeker. Erachter. Geen enkel probleem. Hé, hey, hoe trots ben jij op je drie muggen thuis? Ja, ontzettend trots. Die, ja? uh, die hebben een hele moeilijke, zware periode doorstaan. En uh, ze zijn er altijd voor me geweest. En zonder hen yeah. had ik het sowieso niet kunnen doen. Ja. Ja. Zou, ja. Hebben ze ja. alle drie een lange lont? Nee. Nee? nee. Heel eerlijk, nee. Mijn man heeft, weet ik niet, maar mijn man heeft niet zo'n heel lang lontje. Die ze schrijf... hoeft er, er, ze hoeft er ook niet heel lang over na te denken? Nee. Die reactie. Ja, dat was... ja. ja. Nee, maar ik denk dat, iedereen, dat die, iedereen die mij kent, die weet meteen. Oh nee, ja. nee man, ja. manlief heeft niet zo'n uh, lange lont. Nee. Ja. Maar ik ben blij dat ik hem wel heb. en ik, weet je, In dit proces is het wel handig als je, als je dat hebt, want uh, ja. Je hebt gewoon geduld en tijd nodig. En weet je, ik neem hem ook. Het, het ja. is wat het is. Ik ga er gewoon het beste van maken. En ik hoop uh, op één been 80 of 90 te mogen worden. Ja, en, ja, uh, fantastisch. En ik hoop dat ik de wereld wat te brengen heb. Ja. Dat zou mooi zijn. Wat is je droom? Nou, het leukste zou zijn als ik mijn, mijn blog zeg maar ooit een keer zou kunnen bundelen. Tot een, een boekje of zo. Dat mensen die in een dergelijke situatie zitten dat uh, kunnen lezen. Uh, en Maar voor de rest het allerbelangrijkste is oppas oma worden van, uh, van mijn kleinkinderen. Oppasoma. En normaal is. Uh, Duur nog even hoor. Ah, oké. Okay. <laughs> Toen ja, dat, dat we ook nog we Dat weten je kinderen ook? Uh, ja, dat hebben ze meerdere malen gehoord. Nee. Oké, okay, heel ja, goed. Ja, ja, dus oma ja, is in ja, dit zin. Ja, ja. <laughs> hey, wie is voor jou een enorme lange lont? Nou ja, daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Um, uh, een hele enorme lange lont heeft uh, voor mij uh, Karin Welp, dat is een, een vriendinnetje van mij, eigenlijk ook uh, leren kennen door Helio Maren. En um, zij heeft een zoon die uh, een uh, zwaar auto-ongeluk heeft gehad en blijft het hersenletsel heeft opgelopen. Waardoor zij dus nu volledig zorgt voor haar uh, volwassen zoon is het inmiddels. En uh, ja, die, als je die af en toe mee praat. Wij helpen elkaar ook met tegenslag, zeg maar, door met elkaar het gesprek aan te gaan. Ja, voor mij heeft zij zeker een hele lange lont. Ja. We gaan eruit nodig. Ik heb nog één vraag. Ondanks het feit dat we over de tijd zijn, maar dat kan gebeuren. wel ja. enthousiasme. Wat is je levensmotto? Ja, je bent sterker dan je denkt. Ja, ik denk dat iedereen heeft een oerkracht in zich als heeft. Als de nood daar is, dan komt dat vanzelf naar boven en uh, daar moet men in geloven. Je hebt ja. het allemaal. Ja, ja. Dat is wel mooi, ik voeg daar nog één ding aan toe. Want dat, uh, dat is wel eerlijk om te zeggen. Ik geloof echt dat je in dit geval echt wel weet dat je, dat, dat je bent veel sterker dan je denkt. Ja. Maar dit is ook wel een competentie die heel erg bij vrouwen zit. Ja, is dat zo? Zeker. Ja. Ja. Uit ervaring weet ik dat. Oh. Bedankt voor dit erg mooie gesprek. Nou, heel Veel succes. Ja, en leuk en, dat ik hier mag, mag zijn. En, ja, en als je op Wereldreis gaat, ja, dan... laat ons dan <laughs> ja, even weten. En op het moment dat je in dit geval je boekje uitbrengt, dan willen wij heel graag langskomen om een glas wijn. In dit geval met een blokje kaas te eten. Oh, om helemaal geweldig. Helemaal Gaan, goed. We doen. Gaan we doen. Oké, okay, jij ook, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer, waarin we bier een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel! De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Tremark.